In het weekend van 10 en 11 oktober was op de Looidijk in De Bilt een expositie van Kunstkring Beek. Het was de tweede editie van Beek in Beeld in De Bilt. Ruim 25 kunstenaars toonden hun werk in het mooie pand waar voorheen een sportzaak ingevestigd was. Naast schilderijen en beeldhouwwerk waren er ook foto's, textielkunst, sculpturen, keramiek, tassen en sieraden te zien. Alle kunstenaars waren zelf aanwezig en konden de bezoekers vertellen over hun werk. Ruim 90 kunstenaars zijn aangesloten bij Kunstkring Beek, die veel evenementen voor haar leden en kunstliefhebbers organiseert. Ook de jaarlijkse atelierroute en veel exposities in het lichtruim vallen onder de organisatie van deze kunstkring. Paul Reeskamp kon het niet laten om tijdens de expositie toch nog even bezig te zijn met zijn nieuwe schilderij. De catering was perfect en de bezoekers namen de tijd om met de kunstenaars in gesprek te gaan. Informatie over de Kunstkring Beek kunt u vinden op www.kunstkringbeek.nl, waarbij Beek met twee K's geschreven wordt. Wil je vaker video's zien van Rood TV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.